Beloningen bij de kat. Wat kun je gebruiken? Hoe moet je het doen? Waarom moet je het doen? Dat vertel ik je allemaal in deze video. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar de Gelukkige Huiskat, het YouTube kanaal waarin je alles leert over het gedrag van je kat. En vandaag ga ik het met jullie hebben over beloningen. En nou ja, ik zal maar gelijk met de meest bekende beloning beginnen. Die doos staat hier en de streep is bijzonder geïnteresseerd. Maar dit is mijn trommel met allemaal ja, smakelijke dingen voor de kat. Daar zijn heel veel verschillende dingen die je natuurlijk je kat kunt geven. En wat je geeft is helemaal afhankelijk van wat jouw kat lekker vindt. En de streep is makkelijk. Als ik die gewoon brokje geef, dan is die ook helemaal happy. Bommel en Brechtje zijn veel kieskeuriger. En met name Brechtje, die is echt super kieskeurig. Ik zal een aantal dingen laten zien. En ik zal ook een aantal dingen noemen waar je misschien helemaal niet aan denkt. Nou, we gaan kijken, Streep. Ja. Nou, dit is een bekend snoepje. Het merk maakt niet zoveel uit. Er zijn allemaal verschillende van. Gewoon een hard brokje. Die vindt Streep lekker, maar ja. Ik kan Streep niet alles geven, want dan wordt hij veel te dik. Dus we gaan eerst even door. Streep, er komt zo iets lekkers. Deze, die vindt hij echt heel lekker. Dat zijn, dus even kijken, van die dunne sliertjes kip. Kijk eens, Streep. Ja, Streepie. Goed verkeurd. Die vindt, oh, dat was mijn vinger. Brechtje en Bommel ook heel erg lekker. Deze vinden mijn katten ook lekker. Allemaal. Maar heb je nou bijvoorbeeld... Even kijken. Ik weet niet of het er nog in zit, want daar gebruik ik niet zoveel van. Maar de Kitakraft Liquid. Ik zal even een voorbeeldje laten zien. Die vinden ze bij mij niet lekker. Maar die zijn wel super handig om te gebruiken als je je kat iets wilt aanleren of iets dergelijks. Maar in plaats daarvan heb ik deze. In een losse verpakking. En ik zal de deksel er even op doen, anders is straks helemaal leeg. Dat zijn Guru's. En die vinden Streep en Bommel heel erg lekker. Kom maar even in, Streep. Kijk eens. Oeh, dit is lekker. Die kan je dus heel makkelijk eventjes geven uit de tube. Je kunt hem ook op een likkie-mat smeren. Dat doe ik ook wel eens. Ja, nee, zo is nu genoeg. Nu genoeg. Zo. Maar die vindt Brechtje dus niet lekker. En daarom heb ik voor Brechtje uiteindelijk wel iets gevonden. En dat is wat ik jullie even mee wil geven. Als ik ze kan vinden. Dat zijn deze, Guru Bites. En dat zijn ook kleine stukjes. Nou, Streep vindt het sowieso lekker. Maar deze vindt Brechtje dus ook heel erg lekker. Oh, daar gaat hij. En ja, dat is eigenlijk wat ik jullie mee wil geven met deze video. Er is altijd iets wat jouw kat lekker vindt. De vraag is alleen, wat is het? En daar moet je naar op zoek. Want ik heb heel lang gezocht om iets te vinden wat Brechtje lekker vindt. Nou, dat heb ik uiteindelijk gevonden. Dat is dit. En dat zijn die kleine kipstukjes. Kijk eens, Streep. Ja. Zo, alsjeblieft. En dat zijn dus eigenlijk ja, allemaal gewone snoepjes. Die zijn bedoeld om je kat te belonen. En ja, dat zijn wel dingen waar mensen aan denken. Alhoewel zo, die Guru's zijn dingen die nog niet heel erg bekend zijn. Dat is een vrij nieuw product. Maar er zijn ook best andere dingen waar je aan kan denken. Denk bijvoorbeeld aan mini marshmallows. Die vinden sommige katten ook heel lekker. Of een stukje tonijn uit blik. Of een stukje gekookte kip. Een plakje ham. Maar ook zuivelproducten. Een beetje slagroom. Yoghurt, vla. Je kunt het allemaal proberen en dan komt er vanzelf iets wat jouw kat wel heel erg lekker vindt. Nou, stel nou dat je niets kan vinden wat jouw kat lekker vindt. Dan kan het heel goed zijn dat jouw kat houdt van spel. Als beloning. En dat zie je heel vaak bij hele extroverte katten die heel erg speels zijn. Die kun je prima belonen door even met hem te spelen. Er zijn ook katten die houden heel erg van aaien. Nou, niet alle katten, lang niet alle katten. Ik denk misschien de meeste katten houden niet van aaien. Maar er zijn wel katten die het wel heel erg fijn vinden. En als je dan even kort aait, niet te lang, dan kan dat voor een kat ook een beloning zijn. Net zoals bijvoorbeeld even lief tegen hem praten. Waar je ook aan kunt denken qua beloning, dat zijn geuren. Sommige katten zijn helemaal dol op kattenkruid. Dus daar kun je ook iets mee doen als je je kat wilt belonen. Nou, dan kom ik eigenlijk gelijk op het volgende punt. Waarom zou je het allemaal doen? Waarom heb je dit nodig? Nou, als jij natuurlijk gewoon je kat normaal te eten geeft, dan heeft hij geen beloningen nodig. Qua voedsel, het is meestal ook niet echt heel voedingsrijk, wel calorierijk, maar de goede dingen zitten eerder in voeding dan in snoepjes. Daarom moet je het ook echt met mate gebruiken. Maar soms wil je je kat misschien iets aanleren, een leuk trucje, een high five of gewoon leren te zitten. Of je wilt leren te komen als je hem roept. Nou, dan is het handig om daar dan iets tegenover te stellen, hè? Want waarom zou hij het anders doen? Dus je roept hem, hij komt naar je toe, je geeft hem een beloning. Als je dat een paar keer doet, dan heeft hij dat heel snel door. En dan kun je hem vervolgens, als je hem nodig hebt, kun je hem roepen. Maar ook als je dingen wilt afleren. Nou, ik heb in een andere video al verteld, een beetje gekscherend zei ik toen, je kan een kat niks afleren. En dat is natuurlijk, ja, dat is op zich waar en niet waar. Afleren is gewoon niet het goede woord. Je kunt je kat gewoon iets anders aanleren wat jij beter vindt. Dus bijvoorbeeld krabben. Als je je kat wilt leren de krabpaal te gebruiken. En nu gebruikt hij misschien iets anders, maar je wilt dat hij de krabpaal gebruikt. Dan kun je hem daar naartoe leiden met bijvoorbeeld een hengel. En als hij hem gebruikt, geef je hem iets lekkers. En als je dat een aantal keren doet, dan krijgt jouw kat door dat, hey, dat is goed dat ik dat doe. Dus ik ga hem gebruiken, want ik krijg dan iets lekkers. Dus dat zijn redenen om je kat te belonen. Beloning wordt ook heel vaak gebruikt bij bijvoorbeeld introducties van nieuwe katten. En dan kun je ook al deze producten gebruiken. Je kunt natuurlijk ook wel gewoon eten gebruiken. Maar je moet je wel realiseren dat als je een beloning continu gebruikt, het uiteindelijk geen beloning meer is. Daarnaast werkt belonen gewoon veel beter dan bijvoorbeeld straffen. Dat heb ik natuurlijk ook al eerder verteld. En ja, het straffen van een dier is sowieso ook niet leuk. Belonen is wel leuk, dus voor jezelf is het gewoon veel leuker. Voor je kat is het veel leuker. Hij leert er veel makkelijker van. En het versterkt dus de band tussen jou en je kat. En dat is natuurlijk leuk. En ja, wij willen allemaal gelukkige huiskatten. Dus ja, dan kun je niet aan de gang gaan met andere dingen dan belonen. Waar je op moet letten met belonen. Dat is nog wel even belangrijk, want als jij je kat iets wilt leren en je gaat hem dus belonen voor het juiste gedrag, dan is het heel belangrijk dat je dat op het goede moment doet. Als je namelijk daar te lang tijd tussen laat zitten, heeft jouw kat ondertussen alweer iets anders gedaan en dan ben je te laat. En je hebt maar een hele korte tijdspanne, dat is 1,5 seconde tussen het gedrag wat hij daadwerkelijk uitvoert, wat jij wil dat hij doet, en het geven van de beloning. Nou, om die timing heel goed te hebben, kun je ook gebruik maken van een klikker. Daar ga ik in een andere video iets meer over vertellen. Maar in ieder geval, wat ik je nu wil vertellen is dat als je iets beloont, dat je er goed voor zorgt dat jouw timing goed is. Dat is echt essentieel, want je leert heel makkelijk verkeerd gedrag aan. En dat heb je dan zelf niet door, want ja, je wilt je kat iets laten doen en hij doet dat, maar ja, ondertussen doet hij ook alweer iets anders. Jij gaat hem belonen en dan heb je hem voor dat anders beloond en niet voor dat eerste ding wat je eigenlijk wilde dat hij zou doen. En dan leer je hem dus iets heel anders aan. Dan moet je dus ook niet verbaasd over zijn. Dat is gewoon zo. Die tijdspan is dus gewoon heel erg kort. Nou, dit was het einde van deze video. Vond je het een leuke video? Duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal en deel deze video. Want doordat we veel mensen kunnen bereiken, kunnen we ook veel katten helpen. En dat is onze missie, alle huiskatten van Nederland gelukkig maken. En dan hoop ik je volgende week dus weer te zien. Tot dan!